Yes, hier zijn we weer met de splinternieuwe aflevering van POP The Judgment. Ik ben nog steeds Brainpower. Ik zit hier met Kimo, Excellent en natuurlijk Tim Beumers en ons gast jurylid Jason Bourne. En we gaan het hebben over de battle tussen Symmetric versus Apollo. Ja, man. Die volgorde, ja. Symmetric versus Dan begin ik Apollo. Vandaag gewoon voor de verandering bij jou, Jason. Wat vond je ervan? Dat was echt een saaie battle. Echt saai. Echt saai? Ik heb Waarom meer vond je hem saai? Niks dat raak was en alle pogingen waren gewoon net niet. Zelfs niet zo'n poging was een poging. Alles was mis gewoon? Ja, eigenlijk wel. Het was te simpel qua Apollo, wat Apollo deed, maar dan in negatieve zin. Delivery was redelijk goed, maar timing was slecht. Maar eigenlijk was timing ook overbodig, want timing heb je eigenlijk nodig voor een punchline, maar die kwam er niet. Juist. Dus de vorm was goed, maar de inhoud totaal niet. Ja, hij had een schema over klok, G-Shock en klok, dat soort dingen en zo. Ten eerste van die schema's moet je niet meer maken, vind ik. En als je het maakt, moet je het origineel maken. Dat was gewoon troep. Derde ronde had hij wel iets, een leuke poging voor iets met de naam Symmetric. Maar dat was het ook net niet. Maar het was allemaal een poging en daar knalden ze er niet in. Ja, slechts poging. Maar jij hebt net al een vraagteken uitgedeeld. Ik ben benieuwd wat hier dan... Ja, dat komt nog straks. Ik loop op de zaken vooruit. En het aantal personals, maar personal moet je goed aanpakken, vind ik. Hij heeft het gewoon heel wek aangepakt. En dan bij Symmetric had ik... Hij had volgens mij zijn intro online gegooid. Die was veel beter dan zijn hele battle. Wow. Iets met... Er was iets met van dat Apollo, dat 5 februari niet doorging en dat het nu wel doorging. Nu kan Apollo nog langer blijven in de league. Dat is de enige reden. Langer in de league blijven. Ja, zoiets op. Oh ja. Hey, en heb jij nog advies voor deze boys? Of opbouwende kritiek om het beter te doen de volgende keer? Of? Heb je ook iets positiefs te melden? Dat is eigenlijk wat Brain wil weten. Met de riem die hij heeft, toch? Nee, het is heel eerlijk. Ik had heel vaak bij Symmetric vragen aan als je een paar mensen die je kent in de league die iets beter zijn, vraag hun mening, weet je, van wat moet ik filteren, wat niet. Ja. En als ze eerlijk tegen je zijn, dan zullen ze eerlijk zijn. Als ze dom zijn, zijn ze gewoon dom, weet je. En vraag het ook aan je vrienden. Als je vrienden tegen jou zeggen van jij bent dope, dan zijn ze gewoon of oneerlijk of heel dom. Dus je wil eigenlijk, hij moet eerlijk naar zichzelf kijken en een ongefilterde mening van een ander krijgen. Ja, klopt. Want je gaat toch niet, kijk, je gaat niet een Patricia Pai line gooien. I wanted to kill myself after that bar, man. Als iedereen dat al gedaan heeft. We need you, bro. We need you. Doe het. Als iedereen dat al gedaan heeft. Ik wil het niet meer horen, man. Tenzij je het heel origineel, heel dood brengt. Kan je de bar nog herhalen of niet? Nee, iets met afzeiken Patricia Pai. Ja. Zoiets was het. Ja, dat Kimo bevestigd. Ik weet het niet zeker, maar ik gok. Iets in die geest. Ja, zijn dit evenement een paar Patricia Pai's en Patricia Pai bars geweest en die waren allemaal van dit niveau dat je echt dacht. Ze waren allemaal kut. Allemaal kut. Ja. Ik heb vandaag echt 67 Patricia Pai bars gehoord. Precies zo oud als dat ze is. Ja. Mijn advies is, stel dat je 16 bars schrijft, je hebt er één doop. Ik zal wachten tot je nog 8 goede bars hebt en dan de rest wegfilteren. Ja. Dus iets kritischer naar jezelf kijken. Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Dat zijn de tips. Omhoog. Van Jason 1 Milliborn. Yes, sir. Wow. Jason 1 Milliborn. De enige man die vraagtekens uitdeelt. Dus oppassen. Kimo. Het was inderdaad geen geweldige battle. Ik kan er wel een aantal positieve dingen aan benoemen. Hoor, vind ik. Ik vond Symmetric op zich... Er zat er wel wat potentie in zijn delivery en dergelijke. Dat was op zich oké. Ik vond het ook wel grappig van... Hij zei ook van het is grappig dat je Apollo heet terwijl je lines niet landen. Dat vond ik ook wel nice. Mm. En hij zei als eerste iets over de lachmanier. Er loopt een guy rond met een hele aanwezige lach. En daar zei hij ook iets over, dus dat was nice. Voor de rest, Apollo vond ik een beetje soort van gefrustreerd overkomen of zo. Ik heb hier staan, hij kijkt de hele tijd alsof het stinkt op het podium. Ja. Hij kijkt wel zo. Ja. Ik weet niet precies wat er met hem is. Hij stammelde ook een beetje. En hij had ergens een gamesterbar of zo, toch? Ja, hij zegt op een gegeven moment dat je bent zo gaar, je zou nog liever naar een Reemster album luisteren. Ja, beter dan dat. Ja. Dat is een mooi moment voor Tim. Ik voel zelfs een soort awkward silence tijdens de review. Ja, ja.
Tim, neem het stokje over. Ja, nee, ja. Ja, de man met de ronde cijfers. Ja. Het is gewoon ja, jammer. Je wordt stil van. Ja, je wil gewoon niet degene zijn die altijd dezelfde mensen basht. Omdat het gewoon, op een gegeven moment lijkt het gewoon alsof je nooit wat aardigs kan zeggen. Maar ik wil wel wat aardigs zeggen. Maar het is gewoon. Maar je kan het niet. Nee, maar Appel zegt alleen als ik moeders en zussen beledig, ben ik goed. Nou, ook niet. Ja, ja, je toch, dan denk ik van ja, doe het dan ook goed, weet je. Ga dan ook gewoon moeders, zussen, maak foto's, weet je. Schets beelden ervan, met piemels ertussen, weet ik veel, doe iets. Maar, ja, hij heeft best wel goede bars op zich, maar wat ze met hem zeggen, het landt echt niet. Ik weet ook niet wat het de is met de constructie, man. De constructie kijkt, van die weet bars, je, man. Weet je wat dan bij de eerste battle van Michael Afton zeiden? Dat Michael Afton dingen deed omdat hij dacht van ja, zo moet het en zo doe ik het. En jullie snappen het gewoon niet. En jullie, die vibe heeft Apollo ook. Hij kijkt altijd, dan dubbelt hij een bar. Of dan is ze met een shit aan het zeggen. Dan kijkt hij, hoe kunnen mensen hier aan lachen? Weet je, een soort van... Doe normaal, man. Gewoon rustig. Vanuit het kasteel dat hij in de toren zat en dat hij neerkijkt op de comments. Ja, van... Ja, je snapt het gewoon niet. Ja, dat rustig, man. En dat geeft gewoon een vibe. En het lijkt me ook dat uit zo'n vibe, als je het zo ziet, dat je dan ook niet beter wordt of zo. Dat je gewoon... Wees gewoon eerlijk. Kijk gewoon naar jezelf van, oké, wat kan... Ik bedoel, ik begon met muziek in 1998 en alles voor 2008 is gewoon kut wat ik heb gemaakt. Ja, dat is niet erg. Je wordt vanzelf een keer beter, hopelijk. Het is gewoon cool. Maar ja, jij zegt het eigenlijk op een andere manier dan Tim, maar jullie zeggen alle twee, wees kritisch naar jezelf. Ja, kijk gewoon naar jezelf. Dat is een groot deel van artiest zijn natuurlijk, je moet absoluut naar jezelf ook kijken. Ja, maar ook bij Symmetric, het is gewoon een soort van leuk en ja, en zo lachen, maar ook zijn bars landen niet echt of zo. Zo, ja. Laat dat mee. Ja, je moet naar jezelf kijken. Ik weet ook dat ik veel te kleine brillen draag. Dan moet ik echt iets doen. Ja, dat is een probleem. Ja. Excellent. Issues. Issues. Excellent. Jouw mening over deze battle. Bruh. Hashtag bruhface. Hashtag kijk, Symmetric, ik zeg dat, ik val echt in herhaling, man. Maar Symmetric doet meestal seizoen 1. Toen we Punch Out Underground hadden, de tryout onder Sub League. Ja. En dat is volgens mij nog zijn beste performance daartegen. Volgens mij, wie was het nou? Fuck, ik ben Amsterdam kwijt, man. Maar hij ging dat tegen die boy die tegen Nick Veen ook ging. Jack. Jack Rock. Hij ging in deze Next Gen ging hij tegen Nick Veen. Prilek, Zafko. Cray. Jij scherpe motherfucker. Exactly. Cray. Hij is de millionaire. Ja. Nee, maar luister. Symmetric tegen Cray in de underground. Toen zag ik af, deze boy heeft potentie, man. Maar nou zijn we jaren verder en ik heb gewoon nog steeds dezelfde. Hey, deze man heeft potentie, man, vibe bij hem. Dus het lijkt gewoon alsof hij gewoon niet daardoor kan breken en kan stappen naar die next level. Daar begint gewoon erop te lijken, man. Mm. Snap je? Hij heeft de ingrediënten, maar hij kan maar niet koken voor ons, man. That boy can't cook, man. Had één stukje dat begint erop te lijken, man. hij zei één stukje van, X heeft het over potentie, maar als je niet hard kan worden... Dan heb je impotentie. Had zo'n soort ja, dat is een leuk van, okay. Dat is leuk. Het idee is nee, maar zo'n soort van haal de deur even op een kier van oh, daar is mijn. Weet je, maar ik ga toch weer daarin. Exactly. Snap je? Hij heeft die ingrediënten. Die boy. Het lamp niet. Apollo. Het komt niet en Apollo, over, Apollo aan de andere kant. Even over Apollo's tegenstander. Apollo maakt ook die overstap van Engels naar Nederlands. Wat bij Fiction echt zijn beste ding ever is. Gewoon wat hij vanuit de punch houdt. Die overstap maken, maar bij Apollo, hij was beter in het Engels. In het Engels vond ik hem gewoon doper dan in het Nederlands. Bar-wise. Alles-wise. Ja. Alles whatever je kan, in alles was hij beter in het Engels dan in het Nederlands. Alles-wise. Dus ja. Dus in het Engels was het minder. Dus ja, die battle was gewoon, ja, bruh. Oké, okay. Hashtag bruh. Ik hoor Engels terug zo meteen. Ja, dan maar. I don't know, maar volg ja. MC Excellent, hashtag. Bruhface. Bruhface. Okay, dus deze battle was hem niet voor mij, man. Nee, het was hem niet. No, sir. Nee? Okay. No, sir. Nou. We hebben iedereen gehad. Tim, jij wil nog iets toevoegen of niet? Nee. Cijfers doen? Ja, zo cijfers maar doen. Ja. Dus Symmetric versus Apollo. Tim, bars maar los. Bars maar los. Symmetric, bars maar los. Symmetric een 5,2. Apollo een 5. Fuck it. Ja. Hij heeft niet gechoked. Dat is gewoon, hij heeft gerapt.
5,2 en 5? Ja. X. Symmetric een 5, Apollo een 4, man. 5 en een 4. Hij is zo hard. Ik geef Symmetric wel gewoon een 6. Dat is voldoende. Een ovale of een ronde? Hij is gewoon positiever dan ons, hè? Ja, ovale. Kan de kijker thuis even erkennen dat Kimo een hoger cijfer heeft gegeven. Om het een beetje te compenseren wil ik dan wel weer negatiever op Apollo zijn. Dus die krijgt dan voor mij een 4,5. Oh, oké. Okay. Een ovale 6 en een 4,5. Jason. Nu ben ik benieuwd. Oh. Ik had een 5,5 en daarna een vraagteken. Alles op deze keer. Dat was voor Symmetric. Dus 5,5 en een vraagteken. En Apollo een 5. 5,5. Dankjewel. We zijn zo terug met de gemiddelde cijfers. Yes, hier zijn we dan met de gemiddelde cijfers voor Symmetric versus Apollo. Symmetric eindigt met een 5,4 en Apollo helaas met een 4,6. Deze juryleden, deze meningen zijn niet de enige factoren die bepalen wie er wint. Je kan natuurlijk zelf je invloed uitoefenen door te stemmen. Volg dit kanaal, dan mis je helemaal absoluut niks. Dankjewel Jason Bourne, dankjewel Timo. Ja, maar graag gedaan. Dankjewel. Oh, en natuurlijk bedankt Tim Beumers en MC Excellent. Ik ben Brainpower en tot de volgende keer. We'll be right back.